beste kijkers, welkom nog een keer bij Hollandese TV. Nou liepen wij hier toch beneden rond en kijk nou eens wat wij hier tegenkwamen. Kan je even in het kort vertellen wie je bent en wat je doet? Mijn naam is Ashwin Mohan Prasad. Ik ben een filmproducer en actor. Sinds kort ben ik nu bezig in Hollywood films te produceren en erin te acteren. Heb je allemaal al gespeeld? Hier in Nederland heb ik Spangen gedaan met Monique van der Ven. Iris met Monique van der Ven. Goeie tijden, slechte tijden. Toen was ik heel jong. Ik heb verschillende speelfilms gemaakt waar ook ik prijs heb gewonnen wereldwijd. En nu heb ik gezegd van, you know what? I'm gonna go to Hollywood and make sure that I'm gonna make it over there. Ja. Nou, we hebben hier gewoon niet alleen een bekende Nederlander zitten, maar ook iemand die bekend is in Hollywood. En wat heb je allemaal daar gemaakt? Nou, nu ben ik bezig met de opnames van Fourth and Goal. Is een American football movie. En die gaat uitkomen eind dit jaar waarschijnlijk, wereldwijd. Daarnaast ben ik nog bezig met The Rhythm. Is een science fiction film van 120 miljoen. Die produceer ik samen met Dr. Jan Shaw in Hollywood. Wat meer? Ik ben bezig met Between 10 Worlds. Daarin gaat Kate Winslet spelen. Ik, Aishwarya Rai. Wat nog meer is bezig? Ghost in the Camera. Is ook een andere film waarmee ik betrokken ben. Heel veel dingen is aan de gang. Is het altijd een winst voor jou geweest om filmster te worden en om producer te worden? Wel, mijn vader die heeft een lokaal televisiestation in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En ik heb altijd gezegd van luister, ik wil de wereld laten zien dat wij Surinaamse Hindustanen wat kunnen betekenen in de internationale filmmarket, music market, business. Dat we een trademark kunnen zijn. Internationaal, hoe we onze Indiase vrienden hebben zoals Aishwarya Rai, Abhishek Bachchan, al deze mensen, dat ze dicht, dus, dat we dus krachtig kunnen zijn. Wat brengt jou vandaag de dag terug naar Nederland? Mijn familie, mijn zusje zit nog hier, die is aan het afstuderen. Die gaat straks in mijn bedrijf komen werken, want ik ben van plan om een holding op te zetten. Wereldwijd met een kledinglijn, parfumlijn, alles erop en eraan. Ja, ik woon in Californië, het is prachtig, lekker weer. Maar ik moest eventjes terugkomen om mijn familie te zien en al mijn vrienden die hier zijn. Ja. En dan vlieg ik over een weekje weer terug en dan ga ik een wereldreis maken. Oké, en wat vind jij als Hollywoodster van onze feest hier beneden die hier aan de gang is? Ik ben op veel plaatsen geweest in de wereld en wat hier gebeurt is highly professional. Ik ben er hartstikke trots op dat onze mensen dit kunnen organiseren en dat we ook een avenue kunnen openen voor andere mensen om te zien wat wij kunnen. En dat vind ik heel belangrijk. Het is prachtig, magnifiek en de organisatoren, ik ken ze, zijn mijn vrienden. Ze moeten zo doorgaan en ze worden wereldwijd de beste. Als er nou fans thuis zitten, via welke site of via wat kunnen hun jouw ondernemingen volgen, jouw belevingen? Ik hou niet van een website. Ik hou ervan dat mijn naam, mijn gezicht gaat spreken. Ja. En ik hou niet van websites, ik hou niet... Op Google zetten mensen dingen over mij. Ik laat het gaan. Als ze straks naar de Pathé gaan of ze gaan ergens een film bekijken, gaan ze me wel zien op de screen. Ja, nou, kort maar krachtig. Van deze jongeman gaan we nog ontzettend veel horen. Hou hem in de gaten. Wat ik nu ga doen is als eerste een handtekening vragen. En daarna gaan we weer verder feesten. Ik ben een heel normaal persoon. En ik ga altijd normaal blijven. Als je me over 20 jaar ontmoet, geef ik je nog steeds een kusje. Ja.